Ik ben Erik, ik werk bijna 25 jaar hier bij een grote aluminiumproducent aan de monding van de Westerschelde. Ik maak mij best wel soms zorgen over mijn baan. Wij hebben nu te maken met opkomende markten zoals Azië, die een grote concurrent voor ons zijn. We moeten zorgen dat mensen omgeschoold worden, bijgeschoold worden. Zodat als het eventueel misgaat, dat mensen gereed zijn en dat je niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Ik ben Dorothea Kuif. Vorig jaar heb ik een klein ongelukje gehad bij mij thuis. Waardoor ik dus een tijdje uit de running ben. Ja, dan ben je dus alleen. Ja, je kan geen kant op als je alleen thuis woont. En ja, het is gewoon fantastisch dat ze zo was dus thuiszorg. En mijn revalidatiebehandeling, dat er gewoon is. Dat moeten we met z'n allen proberen om het zo te houden. Ik ben Hanneke Stengs. Ik zit zo'n ruim 20 jaar in het onderwijs. Ik heb ongeveer alles wel meegemaakt en alle veranderingen in het onderwijs. Maar wat er nu gebeurt, dat kan dus echt niet. Leerlingen die niet mee kunnen, die het straks zelf maar uit moeten zoeken. Ieder kind moet de kans krijgen om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Ik ben Carlos Costa. Ik werk in een aandachtswijk, Bloemburg. Daarin hebben we vooral gekeken van wat is er aan de hand en hoe kunnen we dat met elkaar oplossen. We hebben ervoor gezorgd dat we elkaar vaker tegenkomen. En nu we elkaar weer beter kennen en dat de wederzijdse respect terug is, durven we elkaar ook beter aan te spreken. Want ja, je veilig en thuis voelen in je wijk, dat wil iedereen. Maar je moet er wel wat voor doen. Ik ben Mark Nuiver. Ik heb een bedrijf in de communicatie. Ondernemen is een baan en een instelling. Ik heb de overtuiging dat initiatief nemen loont. Ik ben zelfstandig ondernemer geworden omdat ik mooie dingen wil bereiken. Maar het is een prettige gedachte dat, mocht het niet gaan zoals ik wil, ik er niet alleen voor sta. Uiteraard wil ik succesvol zijn. En ik wil dat we elkaar helpen om succesvol te kunnen zijn. Weet u in wat voor land ik wil leven? In een land waar we allemaal een stapje verder komen. Waar we elkaar niet loslaten, maar meenemen. Waar we de rekening van de crisis eerlijk delen. Zodat we het in de toekomst allemaal beter hebben. Een land waar iedereen die meedoet zich thuis kan voelen. Ongeacht afkomst of geloof. Voor dat land moeten we er niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar willen zijn. Kansen scheppen voor iedereen die meedoet. Maar ook grenzen stellen. Dan wordt Nederland een mooier land. Het kan echt heel anders. Samen werkt beter.